Welkom in Brussel in het Astridpark om precies te zijn in het Constant van de Stokstadion. Stadion genoemd naar de almachtige president en voorzitter van Anderlecht, de Belgische kampioen, die in dit stadion, wat voor een belangrijk deel is gerenoveerd, altijd zijn thuiswedstrijden afwerkt. Een voordeel dus mogelijk voor de Belgische ploeg, waarvan een grote kern bestaat uit Anderlecht. De Belgische ploeg die u hier in beeld ziet, niet meer in het oude vertrouwde rode shirt, zwarte broek en gele kousen, maar in een modernere outfit zoals dat kennelijk tegenwoordig hoort. Het Nederlands team, ook al niet traditioneel gekleed in oranje, wit en de blauwe kousen kennen we al lang niet meer. Maar in het tenue, waarin men in Boedapest zo'n succes had, witte shirts, oranje broeken en witte kousen. Hoe is het allemaal zo ver gekomen? Deze 114e aflevering van België-Nederland. Een dubbelduel dus, waarvan de winnaar zich plaatst voor het wereldkampioenschap volgend jaar in Mexico. Nederland werd tweede in groep 5, dankzij die gedenkwaardige 0-1 op de 14e mei in Boedapest door dat doelpunt van Rob de Wit. En België werd tweede in groep 1 door de 0-0 een aantal weken terug alweer in dat grote stadion in Gorsel in Silesië in Zuid-Polen. Dit is de Italiaanse scheidsrechter Pietro Delia. Een jonge scheidsrechter nog, 39 jaar, die de wedstrijd leidt. En hier ziet u de opstelling van de Belgen. Een bekende opstelling met allemaal bekende namen. Er was slechts één onzekerheid. En dat was Nico Klaassen, die pas zaterdag werd aangewezen door Kiek Thijs. Alle anderen stonden al vast. De uitzondering misschien ook nog de nummer 8, Leo van der Elst, die de plaats inneemt van de gekwetste Enzo Givo. Maar neemt u van mij aan, van der Elst is geen verzwakking. Dan het Nederlands team, dat gisteren pas officieel na afloop van de laatste training hier in hetzelfde stadion werd bekendgemaakt door Leo Beenhakker. Een aanvallend ingesteld team met Van Basten, met Kieft en De Wit, drie echte spitsen. En telt u daar mogelijk Ruud Gullit ook nog maar bij. Maar, zo luidt de filosofie van Leo Beenhakker, terwijl u Leo van der Elst hier in beeld hebt. Ik heb het liefst wat meer aanvallend ingestelde spelers in mijn ploeg. Die kunnen beter voetballen dan verdedigers. En een aantal van die aanvallend ingestelde spelers moet dan maar wat extra defensief werk opknappen. Dat is ongeveer het uitgangspunt van het Nederlands team. Dat weliswaar voorzichtig, gedisciplineerd wil voetballen. Maar zeker, daar waar mogelijk, de aanval zal zoeken. Er is veel te doen geweest vooraf rond deze België-Nederland. De kranten hebben er vol van gestaan. De radiorubrieken veel aandacht aan besteed. En ook via de televisie heeft u allerlei voorbeschouwingen, commentaren en beelden van oude wedstrijden nog eens kunnen zien. En daar zijn we begonnen. Met Van der Eiken voor de Belgen. En Keulemans, de captain. Gerrit. En Gruen. Het eerste Nederlandse balbezit via Gullit voor Ben Wijnstekers. Van Basten, die een vrije rol aan de rechterkant heeft. Rijkaard. Hij is de man die Keulemans moet bewaken. In een rol zoals hij dat ook in Boedapest deed tegen Nielassi. Weer Rijkaard. Van Basten. Een andere rol dan bij Ajax. En het eerste schot van de wedstrijd. Een hoekschot voor Nederland via het hoofd van Frankie van der Elst. Het schot van deze Van Basten. Faf, de doelman die afgelopen vrijdag bij Bayern München nog twee blunders maakte. En Van Basten. En die eerste hoekschop komt van de rechterkant van Rob de Wit, terwijl u Gullit bij de eerste paal ziet. Rijkaard glijdt weg. Van Tichelen. Van de Kerkhof. Opgejaagd door Gerrit.
Daar ziet u Rijkaard al, dicht bij doelman Van Breukelen. Rijkaard midden-midden in de punt naar achteren. Gullit midden-midden in de punt naar voren. En Van de Korput, Italiaanse libero. Vrije trap voor Adrie van Tichelen. Na een overtreding van Klaassen. Gullit, die steeds Van der Eiken in zijn buurt zal krijgen. De beide nummer 7. Diepe bal op Kiep. Die kan hij niet halen. Interessant wordt het duel tussen hem en Rob de Wit. Wie neemt het initiatief? Vooralsnog lijkt dat Gerrit te zijn. Die heel gretig aan deze wedstrijd is begonnen. En daar komt de eerste gele kaart. Rood. Een rode kaart. Daar staat Pietro de Lima bekend om. Een rode kaart voor Wim Kief. Na. Kijken. 3,5 minuut spelen gaat Wim Kief het veld uit. Delia, de Italiaanse scheidsrechter, is de strengste in Italië. En we gaan nog eens kijken in de herhaling. De onderschepping van Ruud Gullit tegen Gerrit. Kief in balbezit. Tikt die bal weg. Ja, dat is heel dom wat Kief daar doet. Ik moet zeggen dat Frankie Verkouteren erg snel en erg gretig ging liggen. En dit zal enorme consequenties voor de wedstrijd hebben. Wijnstekers protesteert bij Delia. En dit is Verkouteren. Het is hem gelukt. Delia gaf in Oporto een aantal weken terug. Siloy al na 1 minuut een gele kaart. En Nederland had moeten weten dat dit een hele strenge scheidsrechter is. En zeker Wim Kief die Delia moet kennen. Wat Verkouteren doet is trouwens ook niet lekker. Die gaf Kief een trap op zijn scheenbeen. De eerste slag is dus voor de Belgen. Verkouteren. Zo'n afdraaiende voorzet. Nou. Basten gaat nu naar de punt van de aanval, dat is duidelijk. En Nederland zal nu met twee spitsen, met de Wit en met Van Basten gaan spelen. En op rechts zal Wijnstekers nu het gat, als de mogelijkheid daar is, aanvallend moeten opvullen. Ranken. Van der Elst. Gerrit. Frankie van der Elst. Ik kan me een eerdere Nederland-België in Rotterdam herinneren, overigens de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tussen deze beide teams, dat een Belg, en ik dacht na zo'n 36, 37 minuten, Walter Meeuws het veld werd uitgestuurd door de Schotse scheidsrechter McGinley. En Nederland toen met 3-0 won. Wat dat betreft staan we er dus nu niet gunstig voor als die vergelijking door te trekken valt. Van den Berg met Velbos. Van der Eiken, Keulemans, ingreep van Tichelen. Klaassen, met van Tichelen. Van der Eiken, Willy van der Kerkhof.
Leo van der Elst. Met Gerrit. Onderuit gehaald door zijn clubgenoot. Willy van der Kerkhof. De vrije trap van Verkouteren. Hoekschop via van der Kerkhof. Wat zal er nu nog terechtkomen van de zo zorgvuldig uitgestippelde tactiek van Leo Beenhakker, nu Kieft weg is. En bijna de openingsgoal van Jan Keulemans. Millimeters. Zoals ze hem hier in België noemen. Een hele belangrijke kracht in het Belgisch team. Jan Keulemans. Van der Eiken. Klaassen. En aan de buitenkant gaat Leo van der Elf. Leo van der Elf. Van Breukelen niet. Keulemans ook niet. Grün. Het probleem voor de Belgen nu met de 11 is dat ze moeten aanvallen. En dat is iets wat ze ook liever niet doen. Gerrit. De Wit. Ja, de Wit is snel. Gullit komt helpen. Een goede poging. Kouteren. Van den Berg. Keulemans. De Wit. We zijn ruim 10 minuten bezig. Stand nog altijd 0-0 voor u die misschien wat later hebt ingeschakeld. België-Nederland, 11 Belgen tegen 10 Nederlanders. Wim Kieft is in de 3e minuut uit het veld gestuurd. Omdat die Verkouteren een duw gaf. Keulemans. Grün, de centrale verdediger. 23 jaar. En Gerrit. Die toch wel erg veel aan die rechterkant kan komen. Grün. En de Wit. Wijnstekers, Rijkaard.
zorgvuldig rondspelen achterin. Spelbos. Terwijl Verkouter weer met zijn handje staat te wapperen. Gullit niet. Gerrit wel. Van der Eiken, de oudste van de Belgen, 32 jaar. Keulemans, de man met de meeste caps, 52. En Van der Elst, het minste aantal interlands, 3. Klaassen. Van der Eiken. Keulemans. Gerrit. En alles nu op de helft van Nederland. Overtreding, Willy van der Kerkhof tegen Frankie van der Elst. Van der Eiken en Verkouteren, dat zijn de mannen bij België die zich altijd belasten met de vrije trap. Dat duo staat er nu ook. En dit is de minimuur van Nederland. Het wordt Van der Eiken met een steekballetje op rechts. En dit was de man die schoot, Leo van der Elst. Van der Eiken. Grün gaat diep het strafschopgebied in, van de Korput kruipt voor hem. Gerrit die ver kan ingooien en dat nog eens mag doen. Kijk, van de Korput. Maar echt uitverdedigen is er in deze fase niet bij. Basten ziet u nog steeds bij Rankin aan de rechterkant. De Wit staat op links bij Gerrit. En vooralsnog is het centrum nu niet bezet. Overtreding Gerrit tegen de Wit. Delia wil de zaak recht trekken. Pijnstekers. Raak Rankin. Spelbos. Dat is niks. Het eerste kwartier is Nederland zonder kleerscheuren doorgekomen. Eén echte grote kans hadden de Belgen, Jan Keulemans. En voor de rest valt de schade mee. Van der Eiken, Gerrit, heel mooi doorgekomen. En zijn clubgenoot Hans van Breukelen. Dat is toch het gevaar, dat is al duidelijk in het eerste kwartier. Die opstomende Gerrit aan de rechterkant. Gullit. Van Basten. Te ver eigenlijk voor de Wit. Van de Kerkhof. Overtreding Leo van der Elst. Vrije trap de Wit.
weggehaald, Frankie van der Elst. Van den Berg en van Tichelen zet terug. Geen buitenspel. De Wit. Van Basten is voor, Gullit ook. En Wijnstekens, ineens natuurlijk. Nogmaals dat moment. Rob de Wit, Van Basten en Gullit halen die bal niet. Wijnstekens wel. En met zo'n volley moet je geluk hebben. Frankie van der Elst. Geen familie van Leo. Alhoewel beide voor Club Brugge uitkomen. Weer Frankie van der Elst. Wijnstekers. Rijkaard. En Keulemans heeft last van een blessure. Helemaal fit is hij al niet aan de wedstrijd begonnen. Last van zijn lies. Ranken, boven op zijn hoofd, Gerrit Peter. Leo van der Elst, die de zaak voor de Belg aan de rechterkant heel goed breed houdt. En daardoor Gerrit de mogelijkheid geeft, ruimte voor hem schept om op te komen. Kijk, daar is Gerrit. Dat zit heel goed in elkaar daar, die rechterkant. Leo van der Elst, die heel goed kan schieten van afstand. Via de voet van Van der Korput, tweede hoekschop voor de Belgen. Nogmaals die uithaal van Leo van der Elst. De hoekschop van Verkouteren. Weggehaald door Rijkaard en Van der Korput. Ik dacht dat het buitenspel was voor Keulemans. Maar het wordt niet gegeven. Klaassen. Keulemans verlengt. Verkouteren. Die links schietend van die rechterkant gevaarlijk kan inkomen. Wat een mooi doelpunt, zeg. Je kon erop wachten, je zag het aankomen, de druk, de dreiging werd groter, Nico Klaassen, Keulemans doet nuttig werk daar en Verkouteren. En voor een linksbenige speler is het altijd een voordeel als je van de rechterkant inkomt. Dan kan je de verte hoek raken. En Verkouteren doet dat. Van Breukelen heeft geen kans. 20e minuut. Nogmaals uit een andere positie van achter het doel. En Verkouteren die bal vol raakt. Van Basten beging een overtreding tegen Van der Eiken. De Verkouteren belast zich met de vrije trap. De vraag is, wat gaan de Belgen nu doen bij die voorsprong?
Normaal trekken ze zich massaal terug voor het doel van hun eigen keeper, Jean-Marie Pfaff. Maar nu ze nu met een meerderheid hebben, mag je dat toch niet aannemen. Mag je aannemen dat ze door willen gaan, bloed ruiken en een hogere score willen bereiken. Grün, de centrale verdediger, toont het al aan, maar verliest van Rijkaard. En dat moet je doen als je coach bent van het Nederlands elftal. Proberen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Of toch op de aanval spelen met de 10 tegen 11. Prachtige paas van Van der Eiken. Buitenspel gegeven voor Nico Klaas. Dat is een enorm dilemma waar Leo Beenhakker zich voor geplaatst ziet. Om 9:45, als de uitslag bekend is, dan weet je precies hoe je het had moeten doen. Maar nu. Voorlopig neemt Van Breukelen de tijd. Gerrit, ijzersterk. Van den Berg. Tegenstander heeft het nu veel makkelijker, want Grün, die geen vaste man meer heeft, kan nu steeds naar de Wit toe als Gerrit over hem heen gaat. De Wit kijkt nog eens in de ogen van Delia en hoopt dat een Belg een gele kaart krijgt, of nog erger. Maar deze 39-jarige Italiaan staat erom bekend vooral dat hij in het begin van de wedstrijd streng is, en dat hebben we geweten. Rijkaard, buitenkant rechts, daar is niemand. Hier in het Astridpark stijgt. En dat valt te begrijpen. 5000 Nederlanders zijn er en een dikke 30.000 Belgen. Van der Eiken. Simpel gullet uitgespeeld. En het schot van Leo van der Elst, dat is hard. Gerrit, weer die elk duel in de lucht van de Wit wint. Overtreding Keulemans. Rankin, Wijnstekers, Gullit. Lichtzinnig van Frankie van der Elst. En daar had Delia voor Nederland de voordeelregel moeten toepassen. Hij doet het niet. Vier Nederlanders staan bij de vrije trappen. Van Basten is de aangever. En Gullit, Rijkaard en de Wit mogen kiezen wat ze willen. Het wordt het schot van de Wit. Zo hebben ze dat vooraf ingestudeerd. Maar voorlopig kwam het er niet uit.
Willy van der Kerkhof. Met de 34 jaar de meest ervaren speler in het Nederlands team. 62 in het land. Moet oppassen. Die heeft al een paar keer flink aan de noodrem getrokken. En Delia heeft hem in de gaten. Gerrit. Grün. Een hele vervelende stuitende bal. En dan doet Delia wat de meeste scheidsrechters doen. Als het gevaarlijk wordt, dan fluit hij. Dit is Grün. Van Tichelen. Wijnstekers. Van Basten. Gullit gaat. Willy van der Kerkhof is voor. Van Basten gaat zelf. Overtreding van den Eiken. Wegwerpgebaar. Van den Eiken met zijn baard in het gezicht. Een hele belangrijke man in het tactisch concept van Guy Thijs. De man die alles regelt in defensief opzicht. Jean-Marie Pfaff wacht. Wacht op het schot van Ruud Gullit. Daar ziet u de oranje aanhanger staan achter het doel van Jean-Marie Pfaff, terwijl die vrije trap 2 meter overgaat. En Jean-Marie een oranje bal krijgt. Gelukkig is er nog sprake van enige jolijt hier in het Astrid Park. Terwijl er 30 minuten zijn gespeeld. De Belgische gendarmerie heeft ontzettend veel maatregelen genomen vooraf. Begrijpelijk na wat er eerder dit jaar in Brussel in een ander stadsdeel gebeurde. Harde tackle van Van der Korput, maar hij speelde de bal. Gullit had eigenlijk sneller moeten zijn, want er waren 3 Nederlanders voor de bal. Ranken. Ja, wie moet hem nu aanpakken? Van der Korput doet dat. Ranken. En Rijkaard. Verkoudere buitenspel. Twee benen van Ranke. Delia doet dat voor. Van der Eiken. Weet het niet. Terug dan maar. Ranke. Gerets. Rijkaard kan over hem heen. Nee. Willy van der Kerkhof. Dacht terug te kunnen koppen op Van Breukelen. Het werd een hoekschop, de 3e voor de Belg. Verkouteren. Heel veel effect. Nieuwe hoekschop. Weer via Van der Kerkhof.
prachtige traptechniek heeft die verkouteren. Gerets. De Wit geblesseerd. En loopt nu ruzie te maken met Jan Keulemans. Maar daar schiet je weinig mee op. Keulemans, goede kopstoot. Goede redding ook van Breukelen. Haarzuiver weet Van der Eiken het hoofd van Jan Keulemans te vinden. Die voor Rijkaard is gekropen. Verkouteren. Goeie ingreep van Rijkaard die de bal speelde naar mijn idee. Hoewel Verkouteren daar anders over denkt. Let op, zegt Van Basten tegen Gullit. Op de traptechniek van Verkouteren. En de kans van Georges Kruun. Niet echt lekker weggewerkt daar. En Kruun staat plotseling vrij. Want zijn man, weet u nog, Kief, die is er niet meer. Weer vrijheid, weer ruimte voor Kruun. Keulemans en Verkouteren en Nico Klaas. Van der Eiken. Wijnstekers. Weer Wijnstekers. Gullit krijgt een vrije trap. Van Basten, eenzaam en alleen tussen vier Belgen in. Oeh, zag u Gerets met twee benen op Van Basten afgaan? Die sprong heel verstandig omhoog. Willy van de Kerkhof, weer Van Basten. Tussen twee man in. Ja, dat kan een hele lastige zijn hoor, Marco van Basten. Vraag het maar eens aan Johnny Oude Wesseling. Een paar weken terug in Deventer. Hij kan zelf ook veel. Duwen, trekken en provoceren. De Wit met de vrije trap. Moet worden overgenomen. Niet gefloten. Vier Nederlanders in het strafschopgebied toch nog. De Wit met veel effect bereikt Velbos niet. Wel Ranken. Velbos snel terug.
Wat slecht van Kruun gekopt, zeg. Hij stond helemaal vrij. Ja, dan wordt het toch eens tijd dat Delia inderdaad met gelijke munt terugbetaalt. En dat gaat hij nu doen. Frankie van der Elst krijgt geel. Na een forse tackle op Ruud Gullit. Minuut of 8. Nog in de eerste helft. Wijnstekers neemt de tijd. Weer is ook Spelbos voorin. Van Basten raakte die bal bijna. Van de Kerkhof. Weer is Van Basten in de buurt. En Baftas mis. Nou. En denkt eens na. Het zullen toch heel slechts sporadische kansjes zijn die het Nederlands elftal zich vanavond hier in het Astridpark in Brussel zal weten te creëren. En u zag er zojuist een. Weer die ruimte voor Georges Kruun. Van Basten hoorde de adem van Ranke in zijn nek en wist dat het toen oppassen was geblazen. Van der Eiken. Geen buitenspel. Ruimte aan de rechterkant nu voor Erik Gerets. Van de Korput zal er naartoe moeten. Wat doet Gerets? Oh, die maait verschrikkelijk over die bal heen. En haalt dan zijn gram op zichzelf door een overtreding tegen Rijkaard te maken. Nederland komt daar goed weg. Kijk eens, wat is die boos. Die zou je toch tegenkomen in donker 's avonds. Slechte uittrap van Breukelen. Gullit. Nu mag het wel. Kruun, overtreding de Wit. Het wordt grimmiger, het wordt harder, het wordt vervelender. Van der Eiken. Nico Klaassen, zeer bewegelijke spits, die 23-jarige Limburger. Van Tichelen niet, Van der Eiken. Wijnstekers ook niet verkouteren. En dat loopt goed af. Bovendien krijgt Nederland een vrije trap.
Het einde van de eerste helft nadert. Nog een minuut of twee. En het is belangrijk dat Nederland deze stand handhaaft. Althans, dat de achterstand niet groter wordt. Dan is er misschien tijdens de thee nog wat orde op zaken te stellen. Alhoewel elke Nederlandse speler natuurlijk 10% meer moet geven. Bij die man minder situatie. En misschien aan het eind van de wedstrijd de vermoeidheid toeslaat. En de Belgen nog een hoekschop krijgen. Op appel van Gerrit. En weer komt die hoekschop van Verkouteren. Die dat met zijn dikke teen doet en zoveel effect meegeeft. Maar Van Breukelen heeft daar goed op getraind. En probeert nu een 1 tegen 1 situatie uit te buiten. Maar bereikt Van Basten niet. Van Basten die met Rankin misschien een kansrijke positie had kunnen bewerkstelligen. Klaassen. Rankin. Gerrit. Die het zelf probeert. Hij wil zo vreselijk graag deze Erik Gerrit. Die anderhalf jaar weg is geweest van het internationale toneel. En zich nu opnieuw wil bewijzen. Een voortreffelijke sportman. En een gouden kracht voor het Belgisch team. Van Basten. Wijnstekers. In wat ongetwijfeld de laatste Nederlandse aanval zal worden in de eerste helft. Van de Korput voor het eerst op de helft van de Belgen. Rijkaard en Van Basten. En Van der Elst die corrigeert. En bovendien een vrije trap krijgt. En dan is het Pietro Delia die afluit voor een... Ja, wat ons betreft teleurstellende eerste helft natuurlijk. Het komt niet alleen door deze 1-0 voorsprong voor de Belgen. Door het doelpunt van Frank Verkouteren. Maar vooral voor dat dieptepunt in de derde minuut van de wedstrijd al. Toen Wim Kieft, die eigenlijk nog nauwelijks in balbezit was geweest. Een rode kaart kreeg van Pietro Delia. De scheidsrechter van vanavond van het veld moest. En dus in elk geval een flinke schorsing aan zijn broek zal krijgen ook. En er zeker op 20 november in Rotterdam niet bij zal zijn... Als Nederland, als deze stand tenminste gehandhaafd blijft, en daar mogen we op hopen, als Nederland misschien nog iets terug kan doen. Voorlopig staat België en Nederland 1 tegen 0 en we zijn pas halfweg en we moeten vrezen dat de Belgen in de tweede helft over de 10 Nederlanders heen zullen walsen. Mogelijk dat Leo Beenhakker in de rust nog een aardige tactiek kan uitdokteren, misschien een extra verdediger inzet, dat zullen we weten als we over een minuut of 8 weer bij u terug zijn. We hebben het teruggezien op de monitor. Je liet je uitlokken, maar je tuinde er wel in, hè? Ja, ik... Een blackout? Ik heb gewoon heel stom gedaan. Dat is alles. Ja, en het is wel een terechte rode kaart. Daar mogen we het over eens zijn, hè? Wat? Het is wel een terechte rode kaart, hè, Willem? Ja. Nou ja, we spreken er straks nog wel rustig over. We hebben het er allemaal moeilijk mee. Jij natuurlijk in het bijzonder. Je kende natuurlijk ook de reputatie van deze scheidsrechter, Wim. Ja, maar het heeft er allemaal niks mee te maken. Nee. Het is gewoon heel stom. Ja. Moet je er meer over zeggen. Oké, okay. Ja. De onderschepping van Ruud Gullit tegen Gerrit. Kieft in balbezit. Tikt die bal weg. Ja, dat is heel dom wat Kieft daar doet. Ik moet zeggen dat Frankie Verkouteren... U bent terug in Brussel in het Constante Stokstadion met in beeld Frank Verkouteren, de aanvoerder van Anderlecht. Ploeg die, zoals ik eerder opmerkte, hier in dit stadion zijn thuiswedstrijden afwerkt. Als ik goed kijk naar rechts en naar links, dan zijn er geen wijzigingen in de beide teams aangebracht. Beenhakker heeft dus niet besloten om een extra defensieve man in de ploeg te brengen.
om ten koste van alles die 1-0 stand op het scorebord te doen houden. En Kie Thijs, zijn tegenstrever, heeft bijvoorbeeld niet centrale verdediger Georges Kruun uit de ploeg gehaald en een extra aanvaller in de ploeg gebracht. Iets wat misschien zou mogen worden verwacht om zo Nederland definitief groot op de knieën te krijgen. Dat is dus allemaal niet gebeurd. En er is hier in Brussel natuurlijk in de rust flink wat afgesproken over dat incident in de derde minuut. Toen Wim Kieft uit het veld werd gestuurd, zo verklaarde Johan Cruijff voor de Belgische televisie dat het dom was wat Kieft deed. Maar dat hij het zich kon voorstellen, omdat Kieft een hele gemene trap, en u heeft dat zelf ook een paar keer kunnen zien, op zijn scheenbeen kreeg van Frank Verkouteren. En dat hij het onbegrijpelijk vond dat de scheidsrechter in dat prille stadium van de wedstrijd al een rode kaart gaf aan Kieft. Cruijff vond dat en Verkouteren en Kieft geel hadden moeten hebben. Dat is dus niet gebeurd. 10 Nederlanders tegen 11 Belgen, nog 44 minuten. Rankin. Libero bij zijn Zwitserse club Servette. En hier in het Belgisch team linksback, waar hij ook ooit zijn carrière begon op die positie. De Wit krijgt een vrije trap. Van Tichelen. Van de Korput. En de bedoeling van Nederland zal duidelijk zijn. Het zal er zeker geen mooie wedstrijd van maken, maar de deur achter op slot houden. Frankie van der Elst. Gerrit. En dat gebeurt. Er is een bal in het Nederlandse vak van de tribune. En die schoppen de baldadige Nederlandse supporters steeds het veld op om de wedstrijd te ontregelen. Van Tichelen, die goed speelt tegen Nico Klaassen. Gerrit Dolf de Wit. Van Basten bereikt Gullit niet. Kruun. Leo van der Elst. Er is ruimte op links bij Van der Eiken. Tichelen moet oppassen daar, Keulemans. En weer komen die ballen in het veld. En zo proberen de Nederlandse supporters hun gram te halen op deze man, op Pietro Delia. En roept de speaker van het stadion de Nederlandse supporters op om dat niet meer te doen. Maar ik denk dat zo'n oproep aan Dovermans oren is gericht. Heel jammer, heel vervelend.
En het bederft uw en mijn kijkplezier. Rankin. Niet laten schieten die Rankin, want die kan dat hard met zijn rechtervoet. Keulemans. Goeie tackle van Rijkaard. Van Basten, attent. Weer Marco van Basten. Die goed speelt. En hier oploopt tegen George Kruun. Gullit voorin. De vrije trap van Wijntekers en de overtreding van Rijkaard. Belgen proberen toch meer tempo te maken nu, maar blijven achterin met een meerderheid aan spelers zitten. Met Van der Elst en Gruen, die beide geen man hebben. En dat is merkwaardig, alhoewel Frank Van der Elst nu inschuift. De Wit. En de enige kans die Nederland heeft is een bevlieging van De Wit of van Gullit. Om misschien een doelpunt te scoren. Maar laten we daar vooralsnog niet aan denken. Leo van der Elst. In eerste instantie is het de schade beperkt houden. Ja, Keulemans kijkt wel naar de scheidsrechter van doet u hier niets aan, maar hij kan natuurlijk ook zelf het voortouw nemen om zo Nederland te beletten de bal steeds terug te spelen op Van Breukelen. Ergerlijk als tegenstander, heel vervelend als neutraal toeschouwer, ik kan me het voorstellen, maar van Nederland kan je vanavond nauwelijks meer verwachten. Van Tichelen, overtreding tegen Klaassen. Gerrit bij toeval van de Korput. Goed, doeltrap. Rankin. Kan weer over de as van het veld komen. En wie doet hem niet? Van der Eiken. Van den Berg. De sluipschutter van Anderlecht. De man die je minutenlang in een wedstrijd niet ziet en dan ineens is hier. Let u trouwens ook eens op de goede traptechniek van René van der Eiken. Uit moeilijke positie hoe hij die bal terughaalt.
Velbos. Van Basten timed goed. Gruen doet dat nog beter. Geen buitenspel voor Gullit. Wel voor Van Basten in het centrum van de aanval. Kijk, daar wordt ook die vrije trap genomen. Verkouteren haalt die bal niet. Rankin kijkt heel boos naar Wijnstekers. Wijnstekers die hem een tik verkocht. En daar dan een opstootje tussen De Wit en Georges Gruen. En De Wit krijgt de vrije trap tegen. De Wit die al een gele kaart heeft. En dus moet oppassen dat hij niet tegen een tweede loopt. Anders mag er ook hij er in de wedstrijd in Rotterdam straks niet bij zijn. Gruen. Daar komt Keulemans. Rijkaard. Net het zekere voor het onzekere. Wist niet wie er achter hem stond. Dus dan maar een hoekschop. Van links met het rechterbeen Leo van der Elst. Van Breukelen. En ook nu weer fluit de Italiaan Delia. Die toch wel hier vanavond in Brussel een hoofdrol voor zich opeist. Weer gefloten. Keulemans knikt nee. Weer een onderbreking. En zo wordt de wedstrijd er niet mooier op. Het is eigenlijk alleen nog maar spannend. Blijft het 1-0? Of wordt de nederlaag groter? Want je mag er nauwelijks op hopen dat Oranje aanvallend iets terug kan doen. Keulemans draait weg van Rijkaard. Doeltrap. En weer spelen die Belgen steeds de bal maar breed. Er zit opvallend weinig diepte in hun spel. En als het diep gaat, ontbreekt de zuiverheid. En de irritatie binnen de Belgische ploeg neemt toe. Kijk u maar eens naar het gezicht van René van der Eiken. En daar hebben ze toch echt aan zichzelf te wijten. Veel te weinig durf, veel te weinig lef. Zeker ook in de coaching vanaf de bank van Kie Thijs. Maar daar hebben wij Nederlanders uiteraard geen boodschap aan.
van Tichelen. Probeert binnendoor op Gullit. En dan krijgen de Belgen bal bezit. En dan moet je altijd oppassen. Want zelfs tegen 10 tegenstanders blijft deze ploeg counteren. En blijft het levensgevaarlijk. Keulemans. Hoekschop. En inmiddels hebben we er dus een vol uur op zitten. Met nog altijd die 1-0 achterstand. Verkouteren. En weer verkouteren. Gerets. Wegdraaien. Goed uitverdedigen. Leo van der Elst. Grün. Ook dat leek natuurlijk aanvallen nergens op, deze actie van Ruud Gullit. Maar het levert Nederland tijdwinst op. En ik denk dat dat het enige is waar de ploeg nog belang in stelt. Grün. Van der Eiken. Grün. Via Gullit. Bij Van Breukelen. Die het druk heeft, maar niet echt moeilijk. En zijn meeste energie stopt in het weer in het spel brengen van de bal. Van der Eiken. En daar gaat Gerets op een hele goede opening van Ranke. En Van der Korput demonstreert hier waarom Beenhakker hem op die positie als laatste verdediger in de ploeg heeft gekozen. Veel internationale ervaring, Michel van der Korput. Een paar jaar Italië en nu de Bundesliga. En de hoekschop van Verkouteren. Weggehaald van de Kerkhof. En dat spreekt boekdelen. Deze afzwaaier van Michel Rankin. Die dat zelf ook beseft. En het wachten is op het moment waarop Guy Thijssen ingrijpt. Om Nederland nog eens flink de duimschroeven aan te zetten. En dat moment is niet ver weg meer, nu Tjerniatinski zich warm loopt. Terwijl de Belgen een vrije trap mogen nemen.
Gerets. Van der Eiken. En het blok van Gullit. Het schot was van Verkouteren. Het goede werk van Keulemans en het rechterbeen van Verkouteren. Keulemans, Klaassen, Van Tichelen. Gullit kwaad omdat hij dacht dat de eerste overtreding door Verkouteren werd begaan. En dat was ook zo. Maar hij is de baas en hij beslist anders. En Rankin mag de vrije trap nemen. Twee clubgenoten, Gerets en Willy van der Kerkhof. Kruun van achteren neergehaald door de wissel. Muur. Van Breukelen maakt heel luid duidelijk wat hij precies wil. Want er zijn er bij Belgen twee die daar patent op hebben. U ziet ze met nummer 7 en nummer 6. Van der Eiken en Verkouteren. Beide links trappen. En beide gezegend met zeer veel effect. Het is Verkouteren. En via zo'n muur wordt het dan nog extra moeilijk. En de wind doet defensief nuttig werk. Rankin, waardig genoeg komen de tempoversnellingen in het Belgische spel van hem. Beenhakker dacht dat hij de zwakste plek was. De Wit. Gaat liggen. En daar is Alex Czerniatynski. En daar is inderdaad het bordje 3. En doet Kie Thijs wat menig coach al veel eerder gedaan zou hebben. Een verdediger eruit, een aanvaller erin. Kruun dus weg. En Czerniatynski, de Waal, die lang bij Anderlecht speelde en dit seizoen uitkomt voor Standard Luik. En zo is ook dat andere deel van België tevreden. 10 Vlamingen en 1 Waal nu. En de tegenzet van Leo Beenhakker zal nu niet lang meer op zich laten wachten. Want Edo Ophof heeft zich opgewarmd langs de zijlijn. En zal straks als extra waakhond in de ploeg komen. Een logische tegenzet. Keulemans. Zo komt hij graag over de as van het veld. Gullit tegen Frank van der Elst. 1 tegen 4 Belgen. Wijnstekers helpen. Willy van der Kerkhof. Van Basten. Obstructie van der Eiken. Jazeker.
Ik begrijp niet waarvan Wijken zich kwaad om maakt. Want kijkt u nog maar eens. Dit is echt heel duidelijk. Dit zal best meevallen. Maar tijdwin. Dat is van belang. Onder de Wit, zelf ex-voetballer, Nederland amateurteam gespeeld, de verzorger van het Nederlands team. Lap van Basten op, die pijn heeft aan zijn rechterborst. En de Nederlandse spelers maken misbruik van de situatie, maar geeft ze zo ongelijk. Overlegt nog eens met de Wit en weer levert dat seconde winst op. Van Basten ineens. En wie krijgt er nu geel? Wachten op het fluitje, zegt Wijnstekers. En ik denk dat Marco van Basten een gele kaart krijgt. Ja. En die heeft er al een. En dat betekent dat ook hij, de tweede spits van het Nederlands elftal op 20 november, niet mee mag doen. En die moet je dan oproepen. Kees van Kooten misschien weer. Of Ruud Geels. Hij is maar een grapje. Een goede scheidsrechter is hij die niet opvalt. En dat is Pietro Delia vanavond niet. Er staat namelijk nergens in de spelregels dat je een vrije trap pas mag nemen als de scheidsrechter gefloten heeft. Geel voor Van Basten dus. Terwijl eigenlijk de buitenste man in de muur van de Belgen die gele kaart had moeten hebben. Want zo hoort dat als de muur niet op afstand staat. Buitenspelval gaat massaal open. Alleen Rankin blijft hangen. Een gebrek aan coördinatie. Van Basten. De Wit. En daarvoor geeft Delia terecht geen vrije trap, omdat De Wit probeerde er eentje uit te lokken. Van den Berg. Keulemans. En Tjani Atinski voor het eerst in balbezit. Rankin. Keulemans. Pas op, die bal ligt zo op de stip. Verkouteren. Tjani Atinski. Dat is de klasse van deze Waal. Een echte puntspeler. En daar gaat Jenny Adinski neer. En provoceren kunnen ze natuurlijk ook, deze Belgen. Heel vervelend is dat. Maatjes naaien noemen we zoiets in België, in Nederland. Maar bij deze scheidsrechter moet je oppassen. En laten we nog eens terugkijken. Jenny Adinski. En de actie van Van der Kerkhof krijgen we niet meer te zien. Geen reactie trouwens ook van de scheidsrechter.
Een kwartier nog van de Corpus. En nog altijd die stand 1-0. En op zich verdient het Nederland zelf al daarvoor bewondering. Maar het blijft oppassen geblazen met deze Belgische ploeg. Die als geen ander kan counteren. En als geen ander kan toeslaan vlak voor tijd. Van Basten. Hij zal alleen moeten. De Wit. Verkouteren. Hensel van de Corput. En daar is voor gefloten. Hier is een gevaarlijke situatie met weer Verkouteren. En nu ook Van den Berg in zijn buurt. Het schot is van Leo van der Elst en het scheelt weinig. Van Breukelen die daar goed zicht heeft op wat er gebeurt. Het scheelt een meter. Van Basten krijgt de vrije trap mee. Na een overtreding van Ranken. Nog altijd het oplappen van Marco van Basten en nog altijd het warmlopen van Edo Ophof. En daar heeft zich nu bijgevoegd Simon Tahamata. En u, meneer De Wit, wordt beleefd verzocht te gaan. Van de Corput zoekt Gullit. En dan de zoveelste vrije trap. Het begint heel vervelend te worden. Van der Eiken mag ver komen. Jenja Dinski, Leo van der Elst en Rijkaard. Slordig balverlies van Rijkaard. Jenja Dinski
En dat is er een die gaat heel snel liggen in het strafschopgebied. Kijk maar. En ik heb zo'n angstig gevoel dat die scheidsrechter de bal nog een keer op de stip legt. Daar is het typisch een wedstrijd voor. Rankin. Het slotoffensief van de Belgen. Nog 10 minuten. Van den Berg. Nee. En weer de eenzame strijder voorin, Marco van Basten, die heel wat te verduren krijgt van Ranka met name. En dan doet ook Wijnstekers even mee en geeft Verkouteren zijn deel. Nee, leuk is het al lang niet meer. Dat was het kort na het beginsignaal al niet. Dat had ook niemand verwacht van een wedstrijd van zo'n importantie. En Verkouteren moet zich melden op rapport. Want echt mooie kwalificatiewedstrijden zijn er nauwelijks meer te bedenken. Van der Eiken. Steekballetje op Gerrit. Van Breukelen oppassen. Goed. Van der Eiken. Daar komt Leo van der Elst. En het verdedigende werk van Willy van der Kerkhof. Het levert de Belgen de negende hoekschop op. Leo van der Elst. En Van Breukelen. Ranken, Van der Eiken en wanhopig zoeken de Belgen naar die ene opening. Ranken, iemand moet uit de verdediging komen, want Ranken kan hard schieten. Hij verkiest breed op Gerrits. De Wit. Weggezet door Verkouteren, die nu een koekje van eigen deeg krijgt. Hij was de man die Kieft de Noor aannaaide. En krijgt nu terecht een gele kaart. Dat kan ik niet anders zeggen. En daar staat Edo Ophof klaar. Niet Michel Valken. Edo Ophof die zo dadelijk Ruud Gullit moet komen vervangen. Gullit die leeg gespeeld lijkt. Willy van der Kerkhof stuurt Rob de Wit weg. Van der Elst naartoe. En wanhopig probeert Leo Beenhakker de scheidsrechter duidelijk te maken dat er gewisseld moet worden.
En daar gebeurt dat dan. Edo Ophoff tegen Ruud Gullit. Waarmee je natuurlijk een stuk creativiteit uit de ploeg haalt. Maar daar gokt Beenhakker kennelijk niet meer op. Die wil ten koste van alles de 1-0 stand op het bord gehandhaafd zien. Nog 5 minuten officieel. Maar er zal ongetwijfeld wat tijd worden bijgetrokken voor de blessurebehandelingen van Marco van Basten. Ophoff die nu verdedigend tegen Tjarniatinski speelt. Spelbos blijft op Van den Berg en Van Tichelen op Klaassen. En dat is goed gegaan tot nu toe. Want echt veel kansen hebben de Belgen zich in meerderheid natuurlijk niet kunnen creëren. Het waren er misschien 2 of 3, meer niet. Van der Elst, maar het kan natuurlijk nog altijd. Van der Eiken. Van afstand. Mooi schot. Heel mooi van een van de betere spelers in de Belgische ploeg. Zo ziet u dat goed van die camera achter het doel. En het scheelde maar heel weinig. Gerets in de tweede helft duidelijk minder gevaarlijk dan in de 45 minuten daarvoor. Maar daar komt hij nog eens. Van der Eiken, de vormgever van het Belgisch team. Leo van der Elst. En steeds maar weer breed en nauwelijks diep. Rankin. Leo van der Elst. Van der Eiken. En die gaat het weer van afstand proberen. Gelijk heeft hij. De eerste keer was het hoog en nu probeert Van der Eiken het laag. De man met een zeer precieze traptechniek. Alhoewel Van Breukelen er erg goed bij zat, moet ik zeggen. Nog 3 minuten. En dan spreek ik over officiële speeltijd. En Beenhakker brengt zo dadelijk zijn 2e wisselspeler in de ploeg. En dat is Simon Tahamata voor Rob de Wit. De Wit die vooral in de tweede helft goed gewerkt heeft. En ervoor zorgde dat Gerets aanvallend heel weinig kon doen. En hoe dankbaar gaat hij hier van het veld af. En hoe ondankbaar is de taak voor Simon Tahamata. Om in de komende minuten ervoor te zorgen dat ook Shirt met nummer 15 straks naar de wasserette moet. En inmiddels is er weer 1 minuut verstreken. En van belang is dus hoeveel extra tijd Delia laat bijspelen. Ophoff. Van der Eiken verkoopt nog een grapje. Gelukkig kan dat. In dit grimmige duel, wat nooit mooi werd. Een duel als de stand zo blijft, wat Nederland in elk geval nog de hoop doet houden op Mexico. Want het kan natuurlijk op de 20e november in Rotterdam nog. Maar 1 ding is zeker, Kieft en Van Basten zullen er dan niet bij zijn. Of wordt het toch nog 2-0? Wijnstekers neemt geen risico. Frankie van der Elst. Rijkaard. Want dat is natuurlijk de schaduw van dit duel. De rode kaart die eigenlijk het kijkgenot bedierf. Een rode kaart al na 3 minuten. En daar zal vanavond zeker nog over worden nagepraat. De overtreding van Simon Tahamata.
En weer zo'n hinderlijke oranje bal op het groene gras. Nog 2 minuten, zegt Ilia. En wachten op het fluitje. Anders levert het geel op. En als hij consequent is, moet die verkouderen die nu geven, verkouderen die al geel heeft. Kijk, Van Basten, en dat kan ik me heel goed voorstellen, is woedend op de scheidsrechter, die bepaald inconsequent is. Van Basten kreeg geel in een eerdere gelijksoortige situatie en Verkouteren krijgt dat nu niet. In de extra tijd. De vrije trap nu van Frank Verkouteren. Daar is Keulemans en daar is ook Rijkaard. Ranken. Buitenspel voor Leo van der Elf. En voor Jan Keulemans. En ik kan me nauwelijks voorstellen dat de Belgen tevreden zullen zijn met het resultaat van dit duel in het Constant van de Stokstadion. En Nederland kan dat wel. Hoe moeilijk het ook zal zijn om tegen het zeer defensieve Belgische elftal straks in het Feyenoordstadion die 1-0 achterstand, als het daar tenminste bij blijft, om die 1-0 achterstand weg te werken. Om zodoende een ticket naar Mexico te verwerken. Want denkt u niet dat we er al zijn? Wie moet Leo Beenhakker bijvoorbeeld straks in de punt van de aanval opstellen? Dat zal nog hoofdbrekers genoeg kosten. En De Lia kijkt op zijn klok. Ranken. En heel demonstratief blaast de man uit Salerno nu voor het einde. En wordt bedankt door René van der Eijken en Michel Ranken. En ook Van Basten komt naar hem toe. 1-0 België-Nederland, Frank Verkouteren in de 20e minuut. Een teleurstellende wedstrijd, dat zult u met me eens zijn. Maar het was slechts een voetbalwedstrijd. En ik wil u graag een citaat meegeven uit het Belgische ochtendblad De Morgen. Van de journalist Jan van Dijk. Die schreef, laat ons niet vergeten dat het niet om staatszaken gaat. Het zijn uiteindelijk maar 22 jongens in korte broekjes die achter een bal aanhollen en er te veel voor worden betaald. Morgen is de zoveelste match van de eeuw weer vergeten. Dan praten we er niet meer over. Van Basten doet dat nu nog wel met Frank Verkouteren. En wij doen dat later op de avond als we terugkomen hier vanuit Brussel. En het tijdstip waarop dat zal zijn, dat hoort u van Theo Rijtsma.